Hey! Hoi! Hey! Welkom in de Koken met Mo Academy. In de aflevering met Samir Delic heb je gezien dat we een heerlijke no-bake taart hebben gemaakt. Een taart die je dus niet hoeft te bakken. En vandaag heb ik voor jullie het stap-voor-stap videorecept. En ik heb hem een klein beetje aangepast, maar dat kunnen jullie zelf natuurlijk ook doen. En dit gaat hem worden! Heerlijk! Voor dit gerecht hebben we nodig 2 eetlepels suiker, 1 pakje Ferrero Rocher of een ander soort chocolade, wat je net lekker vindt. Raffaello kan je ook gebruiken. 200 gram gebroken biscuitjes, 500 gram onchou, 100 gram boter, 200 gram gemalen kokos, 2 geprekte bananen, een aantal aardbeien, 8 eetlepels Nutella en 3 eetlepels cacaopoeder. Je smelt de boter even een beetje zacht op het vuur. Je mengt de koekruimels. Dus met de boter. En daarbij doe je dan nog 2 eetlepels Nutella. 1. 2. En die meng je dan ook weer even lekker met de koekruimels. Je legt al de biscuitjes, dus met de chocolade. Kan je in een springvorm doen. Als je een springvorm hebt, gebruik dan vooral een springvorm. Ik heb die nu niet bij de hand, dus ik doe het op deze manier. En dan druk je dat lekker stevig aan. Dat wordt de bodem. Vervolgens ga je verder met de bovenlaag. Daar gebruik je eigenlijk bijna alle restingrediënten voor. Dus de monchou, cacaopoeder, banaan, de suiker en natuurlijk Nutella. Je doet eerst alle monchou in een matenbeker. De banaan. De suiker. 2 eetlepels cacaopoeder. En 6 eetlepels Nutella. Als alles vermengd is, dan verdeel je dat over de bodem. Zo. En dan kun je gaan decoreren. Kun je de chocolade een beetje erin drukken, zodat die vast blijft zitten. En dan heb je nog de aardbeien. En tot slot kun je de kokos er gewoon overheen strooien. En dan moet je de taart voor minimaal 2 uur in de koelkast laten liggen. En dan is hij klaar om aangesneden te worden en gegeten te worden. Eet smakelijk!